Ik zit hier naast Jeroen van Veen, voorzitter van Basketbal Academie Limburg. En we gaan het even hebben over het afgelopen seizoen, het komende seizoen en het beleid bij bal. Jeroen, welkom. Ja, hallo. Dankjewel. Hey, maakt het je trots om voorzitter te zijn van zo'n succesvolle vereniging? Zeker, zeker. Ja. Nee, vorig jaar ben ik natuurlijk voorzitter geworden. En een van de redenen was gewoon dat het natuurlijk een fantastische organisatie stond. Opgebouwd met een duidelijke visie. Duidelijk beeld. En het leek mij juist hartstikke leuk om daar op een andere manier naar in te stappen. Mm-hmm. En die organisatie verder uit te bouwen. En afgelopen jaar was eigenlijk wel onverwacht goed. Ja, op alle aspecten. Ja. Laten we even bij het begin beginnen. Jullie hebben als nieuw bestuur een aantal zaken veranderd. Beleid, maar ook sportief. Heeft dat het effect gehad wat jullie hoopten? Ja, ik denk dat we op heel veel doelen, zeg maar, die we ons gesteld hadden, dat we daar beter op hebben gescoord. Waar moet ik dan aan denken? Nou, meer publiek, hè, dat is één. Betere prestaties van Heren 1. Maar ook binnen de vereniging. Toch een wat openere communicatie naar alle leden. Mm-hmm. Iedereen er meer bij betrekken, zowel niet-leden als leden zelf. Ja. Dat heeft onder andere ook geuit met de samenwerking die we hebben gehad met AZC. Dat zijn allemaal voorbeelden die echt heel goed zijn gelopen. Daar waar we nog echt wel aan zitten te werken van wat is minder goed gegaan. Dan denk ik met name gewoon de breedte sport. Dus de instroom van nieuwe leden, met name jeugdige leden. Jongens en meisjes van onder de 12 jaar. Ja, daar zien we gewoon dat in Weert nog steeds een uitdaging is om die te laten basisschool. Ja. En die moeten dan van de basisschool afkomen, toch? Ja, die moeten eigenlijk op de basisschool al in aanraking komen met basisschool. Nou, dat programma dat loopt al jaren. Dus wij geven op alle basisscholen gewoon basisschoolles. Mm-hmm. Maar om dan de stap te maken van die lessen naar trainingen hier en dan langzaam instromen naar de academie. Ja. Dat is gewoon nog een. Daar zijn we nog zoekende naar wat het optimale model is. mooi neergezet, ja. En welke uitdagingen liggen er nu dan nog? Want je zegt, we hebben een aantal doelen hebben bereikt en daar zijn we wel blij mee. Wat kan er nog? Wat zou er nog beter moeten? Welke uitdagingen liggen er nog? Nou ja, eigenlijk nog op alle aspecten. Ik bedoel, wij presteren boven verwachting bij de DBL. Mm-hmm. Maar ik denk in alle lagen van de organisatie moeten we professionaliseren. We hebben een ambitie om natuurlijk van het huidige budget eigenlijk te verdubbelen. Eigenlijk is onze ambitie vrij simpel. Alles moet twee keer zo groot worden, of twee keer zoveel. Dus dat betekent twee keer zoveel supporters, twee keer zoveel leden, twee keer zoveel geld, twee keer zoveel omzet uit sportcafé. Ja. Alles keer twee. Ja. En we zeggen ook tegen iedereen van dat lijkt heel moeilijk. Maar als iedereen, als elk lid één lid meeneemt. Of als elke businessclub lid één businessclub meeneemt. En als elke supporter één supporter meeneemt. Ja, dan zijn we er al. Ja. Dus de vraag is, heb je daar 3 jaar voor nodig? Of kan dat volgend seizoen al? Ja. Nee, ik snap hem helemaal hoe je het bedoelt. Ik denk dat de verbeterde samenwerking met de gemeente daarin ook wel een belangrijke is geweest. Als je kijkt naar wat voor hal dat er nou staat, de inrichting ervan, een goede vloer erop. Draagt dat allemaal bij aan het succes? Ja, zeker. Ik denk dat heel veel mensen die nu natuurlijk naar ons komen kijken, en dat geldt eigenlijk voor alle wedstrijden. We leggen natuurlijk ook eigenlijk de Heren 1 vloer leggen we eigenlijk ook gewoon neer als academie speelt. Ja. Ja, dat heeft zeker een bijdrage geleverd. Natuurlijk is het altijd zo dat we nog meer wensen hebben. Mm-hmm. Daar zijn we met de gemeente in gesprek. En daar zien we wel dat we de gemeente echt heel erg bereid is om ons verder te helpen. Maar ook wel tegen gewoon beperkingen aanloopt. In gemeente Weert ziet Basketbal Academie Limburg nog steeds als een gewone sportvereniging. En wij willen eigenlijk daarin toch wel kijken van dat we daar een andere status voor krijgen. Ja. Wij vinden eigenlijk onze Heren 1 wedstrijden gewoon een event. Is gewoon een event dat om de 2 weken plaatsvindt. Ja. En dat zou eigenlijk in ons licht op een iets andere manier benaderd moeten worden dan gewoon een wedstrijd. Ja. En daar
Nou, daar hebben we goede discussies over met de gemeente. Ja. En daar zitten we nog niet helemaal op één lijn. Ja. Maar ik moet zeggen, we hebben wel heel veel support van de wethouders, van Tessa, van de ambtenaren. Dus we mogen niet klagen. Nee. Maar het kan altijd beter en sneller. Ja, ja, nee, uiteraard. Even naar die heren in wedstrijden gekeken. Er zijn allerlei verhalen over dat de Dutch Basketball League samen zou gaan met België. Jij zit er als voorzitter volgens mij bij al die gesprekken. Hoe loopt dat? Hoe ziet dat eruit? Nou, die gesprekken lopen heel goed, hè? Die lopen in een hele constructieve sfeer, zoals men dat zegt. Ja. Ik denk dat iedereen de kansen ervan ziet. Wij ook. Het zal wel iets anders betekenen. Mm-hmm. Het zal betekenen eigenlijk dat het basketbal in Nederland een stukje sneller professioneel moet worden. Dus voor Basketbal Academie Limburg zie ik enorm veel kansen. Dat betekent dat we natuurlijk toch met een aantal topploegen in de buurt wellicht wat nauwer kunnen gaan samenwerken. We hebben hier Belgische topploegen? Ja, Belgische topploegen. We zitten hier vlakbij Hasselt natuurlijk. We zitten vlakbij Antwerpen. Mm-hmm. We hebben natuurlijk nog Heroes. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal ploegen die de ambitie hebben om eigenlijk Champions League te gaan spelen. Wij hebben nog steeds de ambitie om gewoon goede Nederlandse spelers op te leiden voor dat niveau. Ja. Maar niet om zelf op dat niveau te spelen. Ja, dat is wel een verschil. Ja. En daar kun je elkaar dan denk ik in ondersteunen. Ja, zo zien wij dat, hè, dat we daar een rol in kunnen spelen. Maar het betekent ook dat de eisen omhoog gaan. De eisen om straks in die nieuwe competitie uit te komen, die worden gewoon strenger. Mm-hmm. Dat betekent dat er meer eisen gesteld worden aan de accommodatie, meer eisen aan het budget, meer eisen aan de organisatie. En daar moeten wij echt hard aan werken om aan die eisen te gaan voldoen. Ja. Nu is het zo dat wij wel verwachten dat we in ieder geval worden toegelaten, hè, tot die league. Ja. Dus dat is mooi. Maar dat geldt natuurlijk maar voor een bepaalde periode. En dan moeten wij als organisatie binnen 1, 2, misschien maximaal 3 jaar zorgen dat we op dat niveau kunnen. Ja, ja. Dat zal volgend jaar nog niet zijn, denk ik. Nee. Dus even kijken naar volgend seizoen. Ja. Aantal jongens die voor 2 jaar vast liggen, volgens mij. Klopt. Hoe zie jij het komende seizoen gebeuren? En hebben we Dutch Basketball League? Ja, nou, kijk, wij zien het. Wij zien dat als heel positief. Al moet ik wel zeggen dat we natuurlijk af en toe wel even weer met onze neus op de feiten worden gedrukt in de realiteit. Mm. Dus ik maak me wel zorgen over onze sponsoren, hoe die door deze tijden heen komen. Ik maak mij zorgen over hoe gaan we in de toekomst eigenlijk professioneel basketbal spelen. En ook trainen. Anderhalve meter no contact. Ja, dat worden hele aparte wedstrijden dan. Ja. Dat is eigenlijk niet voor te stellen. Dat kan ook niet. Met 2 ballen. Dus de vraag is wel natuurlijk, los van als de wereld weer normaal wordt. Ja. En wordt die normaal? Dat weet eigenlijk niemand. Nee. Daar maak ik me wel zorgen over. Dus waar ik al vrij snel realistisch was in het feit dat dit seizoen voordat het hoogtepunt er was, werd beëindigd. Daar stond ik wel volledig achter. En daar had ik ook wel vertrouwen in dat we dat eigenlijk in augustus weer konden opstarten. Mm. Ja, daar begint nu wel eens af en toe door te sijpelen van is augustus wel een maand dat we kunnen opstarten? En gaan we in september weer competitie spelen? En op welke manier? En dat is wel een uitdaging waar we in principe niks aan kunnen veranderen. Behalve dan dat we nu continu plannen maken om klaar te zijn in augustus. En als dat niet is, dan klaar te zijn op het moment dat we klaar moeten zijn. Mm, ja. Maar iedereen heeft er last van, maar voor spelers is het ook allemaal moeilijk. Ja, zeker. Ja. Even puur naar spelers kijkend. Wat voor rol heeft een businessclub in het team wat op het veld staat? Nou, essentieel. Ja? Ja. Nee, we hebben natuurlijk nu 60 leden in de businessclub. En die heeft er echt voor gezorgd dat we het team kunnen versterken en kunnen vasthouden. Ja. Dus qua financiële middelen is dat belangrijk. Maar ook voor andere redenen is het belangrijk dat we een businessclub hebben. Omdat vaak de spelers gewoon allemaal nog in opleiding zijn. En juist als ze eigenlijk daarmee klaar zijn. Om dan te kijken of we met sponsoren dan natuurlijk daar ook onze spelers een netwerk kunnen geven.
waar ze later ook hun maatschappelijke carrière kunnen ontwikkelen. Ja. Dat is wel een visie die we hebben. Wij willen graag spelers opleiden tot aan eigenlijk Euroleague niveau. Nou, dat zal niet voor iedereen weggelegd zijn. Nee. De rest zal in de DBL blijven spelen, het liefst zo lang mogelijk. Het liefst bij ons. Maar daarna zullen ze natuurlijk wel een carrière moeten maken. Ja. Het zou heel mooi zijn als we een model kunnen creëren waarbij we eigenlijk jongens vanaf 12, 13 jaar opnemen in onze academie. De juiste mentaliteit meegeven, op de juiste manier laten ontwikkelen, maximaal uit hun capaciteit te halen. En daarna ook nog begeleiden eigenlijk naar een super maatschappelijke carrière. Ja, dat is een hele mooie ambitie, man. Ja, toch. Maar dan merk je ook dat het mes aan alle kanten snijdt. Want volgens mij, je zegt spelers hebben iets aan het feit dat er hier businessclubleden zijn in de toekomst. Maar wat heeft dan een businessclub lid eraan als dat ze lid worden van de businessclub van Bal? Wat heeft een bedrijf daaraan? Ja. Is dat een rare vraag? Nee, dat is geen rare vraag. Wij moeten die ook vaak beantwoorden. Dus wij moeten die ook vaak aan potentiële businessclubleden toelichten. Mm-hmm. Ja, van wat heb ik eraan? Hoeveel ga ik er dan meer van verkopen? Yeah. Wat doet dat voor mijn bedrijf zelf? Yeah. Ja, wij denken eigenlijk, we hebben een missie opgesteld eigenlijk vanuit Basketball Academie Limburg. We willen een duurzaam platform zijn voor het ontwikkelen van topbasketbal met een maatschappelijke en sociale relevantie. Mm-hmm. En juist bedrijven zijn op verschillende manieren ook op zoek om maatschappelijke relevantie eigenlijk te bewerkstelligen. Ja. En wij denken veel meer dat dat bedrijven eigenlijk met ons moeten gaan samenwerken of kunnen gaan samenwerken op meer vlakken dan alleen maar meer verkopen. Ja. Dus we kijken ook naar bedrijven en we helpen bedrijven daarin om te kijken naar mogelijkheden om dingen gezamenlijk te doen met medewerkers, om te sporten, om aan de andere kant ook iets maatschappelijks bij te dragen aan Weert, aan Limburg en aan de jeugd. Ja. En kijk, onze visie is van wij ontwikkelen talent. En eigenlijk elk bedrijf heeft behoefte aan goede mensen. Ja. En dat is eigenlijk op die snijvlakken willen we met bedrijven in contact komen. Naast natuurlijk dat wij wel nationaal toch bekend zijn. Basketbal heeft in principe 800.000 volgers in Nederland. Ja. Er zijn ruim 160.000 mensen die basketballen, ofwel in club ofwel in vrije tijd. Mm-hmm. Natuurlijk, de competitie DBL bestaat uit 9 ploegen. Die zijn goed verspreid over heel Nederland. Zeker. Dus in dat opzicht is het ook vaak dat ik met bedrijven in gesprek ga van waar heb je zelf behoefte aan en hoe kun je in je hele marketingmix eigenlijk basketbal meenemen. Ja. Dus ik denk dat het heel veel kan bieden, naast natuurlijk gewoon een top avondje uit. Ja, maar dat, ja. Ja, want wij hebben natuurlijk wel, zeker in de nieuwe locatie, die wij zelf exploiteren, hebben wij natuurlijk wel de gezelligste vijfde kwart, kan ik wel zeggen, van het basketbal Nederland. Ja, ja. Mooi man. Dankjewel voor je antwoorden. En zo vlak voor het weekend heb je nog een mooie boodschap voor de mensen die hier naar zitten te kijken. Wat gun je Basketball Academie Limburg volgend Nederland? Ik gun iedereen natuurlijk gewoon in deze tijden heel veel gezondheid. Ik hoop dat iedereen in deze nieuwe situatie zich... Kan herontdekken. Ik bedoel, alle dagelijkse routines worden toch gewoon anders. Ja. En dat heeft voor heel veel mensen gewoon impact op het leven. Men zegt wel eens, het leven voor en na corona. Ja. Ja, ik hoop dat we het beste kunnen behouden van het tijdperk voor corona. En dat we de beste dingen die we nu meemaken met elkaar, van hoe makkelijk je op afstand met elkaar kan communiceren. Dat we die eigenlijk ook weer mee gaan nemen in de nieuwe... in de wereld na corona. Ja. En ik zou zeggen, en ik hoop dat iedereen, zodra we weer kunnen basketballen,
naar ons toe komt. En, ja. ons blijft steunen, want dat is wel echt essentieel. De organisatie bestaat eigenlijk eerst al 30 jaar basketbal in Weert. Bal bestaat al 10 jaar. De laatste 3 jaar zijn we samen gegaan. En dat mag niet verdwijnen. Nee. Ook niet door een crisis. Nee. En dus daar hoop ik, en dat kunnen we alleen maar doen als iedereen die een beetje basketbalhart heeft en die een goede sportmentaliteit heeft, om ook ons in moeilijke periodes te ondersteunen. Ja. En er liggen heel veel kansen. Ja. Dankjewel.